Chantal Jansen wordt vaak vergeleken met Linda de Mol, en velen zien haar als de opkomende vrouwelijke tv-ster van Nederland. In een interview met Robert Rodenburg in de talkshow Open Kaart, deelt Chantal haar gedachten over deze vergelijking en haar ervaring als tv-presentatrice. Ze benadrukt dat ze het helemaal niet erg vindt om met Linda de Mol vergeleken te worden, aangezien ze Linda al lange tijd kent en bewondert voor haar succesvolle carrière in de entertainmentindustrie. Hoewel sommigen suggereren dat Chantal nog haar weg moet vinden als tv-presentatrice vanwege enkele programma's die minder succesvol waren, is ze niet ontmoedigd. Ze ziet de vergelijking als iets normaals in het kleine medialandschap van Nederland. Chantal begrijpt dat ze en Linda vergelijkbare soorten entertainment maken en daarom vaak in dezelfde vijver vissen. Ze zegt dat het publiek meestal niet het volledige beeld van iemands persoonlijkheid heeft, aangezien ze de brieflevens van publieke figuren niet meemaken. Voor haar is de vergelijking vooral gebaseerd op hun professionele prestaties. Chantal geeft aan dat ze kritiek goed kan verdragen en er altijd iets van probeert te leren. Ze sluit zich niet af voor feedback en beschouwt het als een kans voor groei.